Nou, ik ben Jurien Moret, werkzaam als archeoloog bij de archeologische dienst van de gemeente Rotterdam. Dit gebied maakt deel uit van de Riedewaard in de middeleeuwen. Een grote polder en die overstroomde in 1373. Ja, ik ga wat jaartallen noemen, onthoudt u ze maar. In 1373 overstroomde de Riedewaard. En die grote waard hier in Midden-IJsselmonden werd in beetje bij beetje werd dat weer heringepolderd. En het stuk waar we nu staan, de Zuidpolder eigenlijk, werd pas in 1650 weer ingepolderd. Dus er gaan ja, bijna 300 jaar gaan er overheen voordat het weer wordt ingepolderd. Het stukje Riedewaard hier. Nou, in die periode heeft zich een heel dik pakket sedimenten, kleien en zanden afgezet. Een heel dik overstromingsdek. En dat dikke overstromingsdek, dat zorgde ervoor dat eventuele vindplaatsen uit de middeleeuwen en ouder, dat die diep in de ondergrond verborgen waren. Dus die boeren die aan het ploegen waren, ja, die raakten nooit die vindplaatsen. Tientallen vindplaatsen zijn nu bekend. Daterend van meer dan 5000 jaar oud, eigenlijk 6000 jaar oud, uit de steentijd. Tot vindplaatsen uit de late middeleeuwen, uit de 12e, 13e, 14e eeuw. Nou, een van die vindplaatsen uit de steentijd, die bevinden zich onder de Gaatkensplas. De plek die is 6000 jaar oud. Die hebben we aangetroffen, ik zal straks vertellen hoe. En die hebben we niet opgegraven. We hebben met wat boringen hebben we gegevens verzameld. De plas zou gegraven worden, de vindplaats zou aangetast worden. Er zijn wat maatregelen getroffen om de plek onder die plas te beschermen. De plas is wat minder diep uitgegraven. Er is folie overheen gelegd, er is grind, een grindbed overheen gelegd. Dus die vindplaats bevindt zich onder de Gaatkensplas, lekker beschermd. Uit de steentijd, 6000 jaar oud. Hartstikke bijzonder voor, ja, niet alleen voor dit deel van Nederland, maar voor heel Nederland eigenlijk. En ik dacht, ik laat toch even deze luchtfoto zien. Ik hoop dat het lukt. Maar we zien hier een hele lichte baan. Zo lopen. We staan ongeveer hier. En gaat dan zo verder naar het zuidwesten, naar de Gaatkensplas. Een lichte baan. Zagen we. Dus we dachten, een lichte baan. In de akker zichtbaar. Nou, dat zou wel eens zo'n fossiele kreek kunnen zijn. Gevuld met zand. Daar gaan we ons op richten bij het buitenonderzoek. De eerste boring van wat duizenden boringen zouden worden. En het werd al snel duidelijk na een paar minuten. We zetten die boring, we haalden de kolom grond omhoog en we zagen al, dit was geen fossiele kreek. Het was een opeenstapeling van kluiten. Afgewisseld met laagjes rietachtig materiaal. Dat was echt een pakket van een meter of twee dik. Dat was gevormd door mensen. Het was geen kreekvulling, het was een door mensen ontstaan fenomeen. Ja, één boring, maar gezet in een hele lange, lichte baan, zichtbaar op die luchtfoto. Ja, dat kon eigenlijk maar één ding betekenen, namelijk dat we met die allereerste boring een dijk hadden ontdekt. We hebben sleuven gegraven, we hebben opgravingen verricht. Het was echt een dijk in de ondergrond. Een middeleeuwse dijk, want hij lag onder dat overstromingsdek waar ik het daar net over had. Dat overstromingsdek van na 1373. Gevormd na 1373 en weer voor 1650. Want toen werd het gebied ingepolderd. En konden er niet meer zand en kleien op een natuurlijke wijze worden afgezet. Nou, zoals ik al zei, dit gebied waar we nu staan, dat maakte in de middeleeuwen deel uit van de Riedewaard. Roon lag daarin. Pendrecht lag daarin. Carnisse lag daarin. West-Barendrecht lag daarin, Oost-Barendrecht lag daarin. 1373, ik vertel dat al, door overstromingen verdrinkt de Riedewaard. De dorpjes van voor 1373 waren verdwenen. Het was wel eigenlijk wel duidelijk dat dat stuk dijk wat we hier hebben ontdekt, dat deel uitmaakte van het dijkenstelsel om de Riedewaard heen. Een ophoging, de dijk, een ophoging van kluiten met riet. De dijk bleek ongeveer 20 meter breed te zijn. De top van de dijk die was verdwenen. Maar wat wel duidelijk was, dat nog steeds dat je verschillende ophogingsfasen kon onderscheiden. Ja, de kinderen zijn hier in de buurt, dan mag ik even kijken. Hier was het einde.
dit is toch wel een heel bijzondere plek. Want we hebben hier de resten van een huis gevonden. Gelegen op de dijk. Want wat vonden we namelijk? Bewoningssporen gerelateerd aan die dijk. Niet alleen op de dijk, ook aan die zijde van de dijk, aan de landzijde. Achter mij af en toe een kuil, af en toe een greppeltje, maar veel minder. Het binnendijkse stuk, het buitendijkse stuk en natuurlijk de op- en aan de binnenzijde van de dijk bewoningssporen. Bewoningssporen bestaande uit kuilen, greppels, gevuld met klei, met veen, maar ook met aardewerk erin, ook met bot erin. Allerlei vondsten hebben we hier aangetroffen. Dit huis, 14 bij 6 groot, gesitueerd op de kruin van de dijk, zuidwest-noordoost georiënteerd. Dezelfde richting als de dijk hier had. En natuurlijk handig om met de kopse kant naar het zuidwesten gericht te zijn. Zuidwestenwinden zijn de overheersende winden, vang je het minste hoeveelheid wind. Het huis was van hout, niet van steen. Want rond 1300, want uit die periode dateert dat huis, werd erin voornamelijk met hout gebouwd. Er zijn dan ook houten palen die we hebben teruggevonden. Niet compleet natuurlijk. Het huis werd ooit verlaten. En dat deel van het huis dat zich bovengronds bevond, dat is natuurlijk door weer en wind verdwenen. Wat we terugvinden van zo'n huis, van zo'n boerderij, want dat was het, zijn de palen. De onderzijde van de palen. De onderzijde van de palen die zich in het dijklichaam bevonden. We kijken even dat geel, daar heb ik de dijk mee aangegeven. Ik kan helemaal niet tekenen, maar dat geel is de dijk. Ik heb allemaal rondjes getekend. Dat zijn de plekken, als je van boven kijkt, waar de palen hebben gestaan. Dus we krijgen een indruk van de wanden. De lange wand, een korte wand. En van de positie van de palen, die ongetwijfeld deel uitmaakte van de wand. Het was 14 bij 6 groot. Niet groot, maar er zijn wel aanwijzingen dat we te maken hebben met een boerderij. Nou, ongeveer achter jullie, zal ik maar zeggen, daar liep de dijk naar beneden. En op dat talud had zich een hele dikke laag mest gevormd. Met allemaal voorwerpen erin. Weer aardewerk, bot, leer, hout. Allerlei voorwerpen, allerlei huisraad, gereedschap, afgedankt door de bewoners van het huis. Ook in het huis hebben we mest aangetroffen. En dat zijn allemaal aanwijzingen dat we te maken hebben gewoon met een boerderij. Kleine boerderij. Waar er zijn nog meer aanwijzingen dat we te maken hebben met een boerderij. Onder andere, we hebben granen gevonden. We hebben dorsafval gevonden. We hebben kaf gevonden. Van bijvoorbeeld tarwe, een tarwesoort. Maar we hebben ook botten gevonden. Er waren varkens, schapen, geiten. Op het erf daar liep een hond rond, er liep een kat rond. Allemaal botten van die dieren hebben we gevonden. Dat er honden hebben gelopen, dat blijkt ook uit de knaagsporen die we op stukken bot hebben gevonden. Het is een bot van een dier, ja, misschien een koe. Maar zie jij daar wat aan? Het is bruin. Het is bruin, ja, het is oud. Het is ongeveer 700 jaar oud. En als je goed kijkt, zie je dat er iets mee aan de hand is. Moet je hier kijken. Hoe dit is? Ja, het is glad. Het is spiegelglad, dat stuk bot. Door slijtage ook. Ja, het is gevormd, maar het is ook door slijtage ontstaan. Nou, de stukken, die dieren werden niet alleen gebruikt voor het vlees en voor de melk. De resten van die dieren werden ook gebruikt om voorwerpen van te maken. En in dit geval is het een schaats. Het is een glis, zoals dat heet. Dus mensen, zo'n 700 jaar geleden, in een winter, zoals we nu ook gehad hebben, gebruikten ze stukken bot om schaatsen van te maken. En dan zou je denken, dit deel, dat hele vlakke deel, ik zal het even hoog houden, dan kan iedereen het zien of voelen. Dat werd op het ijs gezet en zo onder de voet, onder de schoen. En dan werd er mee geschaatst. We hebben ook voorwerpen van hout gevonden. Ja, dat is natuurlijk heel normaal, hè. Hout was volop voorhanden. Je kon het makkelijk bewerken. Dus heel veel gereedschappen,
heel veel voorwerpen in dat huishouden waren van hout gemaakt. Maar dat potje geeft natuurlijk aan van hout dat de conserveringsomstandigheden in, dat, ja, in die boerderij, in die meslagen van de boerderij, dat die heel goed waren. Loop maar even rond zo, laat het maar zien dan. Ik denk dat nu het moment gekomen is dat we met elkaar, ik heb wat hulp gekregen, het doek gaan wegtrekken van dit. Van deze kant, wacht maar op. Ja, we gaan van deze kant. Kunnen jullie mij helpen? Ja? Ja? Ja. Nou, trekken. Ja.